dames en heren, ik heb een sterk verhaal. Dat moet u noteren, dat ruikt u allemaal. Het zal u bewijzen hoe men zich kan verzetten tegen de prijzen en tegen het kapitaal. Wat ze proberen om klanten op te doen, dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mainstreamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met één boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op de markt, ik hoorde dat, tenminste van de radio, was een ruime keuze en je kreeg het haast cadeau. En het moest er levendig en kleurrijk en gezellig zijn, met die echte typen en die Amsterdamse gein. Goed, ik kwam dan op die markt en ja hoor, men verkocht er fruit. Dus ik stopte bij zo'n kraam en zocht er appels uit. Anderhalve gulden voor 1 kilo was het. En u weet dat 1,50 gulden op de markt 1 daler heet. Dus ik gaf de man 1 gulden, maar ik kreeg mijn appels niet. En ik zei, geef op die appels, woekeraar bandiet. Ik gaf jou 1 daler en ik haal er de politie bij. En hij zei, dat was 1 gulden, wou je wat van mij? Nu, er stonden even later heel wat klanten om mij heen. En die riepen, ja, hij heeft gelijk, het is gemeen. Want we hebben hier natuurlijk allemaal te veel betaald. Mooi dat dat nou eindelijk eens wordt teruggehaald. Kramen werden platgelopen, broodlui gingen ook omver. Etenswaar en kledingstukken vlogen her en der. Hier verrees een barricade, elders werd een brand gesticht. De politie machteloos en het verkeer ontwricht. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen derailleerden, in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, bloedvergieten overal. Vragen in de kamer en het kabinet ter val. Burgeroorlog, anarchie, loyale troepen, nieuw bestel. Onder leiding van een energieke kolonel. En van hogerhand werd door de radio meteen verklaard. Op de markt is uw gulden, de gulden markt.